Gefeliciteerd! U hebt een Big Green Egg aangeschaft en we zijn ervan overtuigd dat u zo snel mogelijk wilt gaan genieten van deze ultieme kookervaring. We besteden de uiterste zorg aan het productie- en verpakkingsproces, zodat uw ei zonder problemen in elkaar te zetten is. Deze video helpt u stap voor stap bij het uitpakken en in elkaar zetten van uw large, medium of small Big Green Egg. De Big Green Egg is verpakt in twee dozen. U kunt meerdere dozen hebben afhankelijk van de door u aangeschafte accessoires, zoals bijvoorbeeld een nest, zijtafels of een basistafel. Om te beginnen hebt u enkele basisgereedschappen nodig, een schaar of een mes en drie steek- of ringsleutels met de nummers 11, 13 en 15. Om uw nieuwe ei uit te pakken, opent u de grootste doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal. In deze doos bevinden zich de basis, de deksel, de vuurpot, de vuurring en de keramische afsluitop. Zet alle componenten naast elkaar op de grond. Voor het gemak kunt u de doos ook opensnijden. Let op: het grijze veld op de rand van de basis en de deksel niet verwijderen. Dat filt zorgt voor het goed sluiten van de basis op de deksel. Pak vervolgens de doos met het etiket Egg Assembly Kit uit. Hierin vindt u de metalen ringen, scharnieren, bouten, moeren, thermometer, temperatuurschijf, vuurrooster, grilrooster en een stuk grijs vilt. We gaan nu uw Big Green Egg in elkaar zetten, te beginnen met de metalen ringen met springveren en de scharnieren. De scharnier is verzekerd met een wit plastic plaatje en een rood label. Dit plastic plaatje en label niet verwijderen totdat het ei helemaal in elkaar gezet is. Neem een van de twee identieke metalen banden. Steek een lange bout eerst door het vierkante gat en vervolgens door het ronde gat. Plaats een platte ring en vervolgens de moer op de bout en draai een paar slagen vast. Doe hetzelfde bij de andere band. Leg nu de twee groene bouten met moeren klaar en de twee korte bouten met dopmoeren. Leg de scharnieren voor u met de vlakke kant omhoog en de ronde kant van u af. Neem nu één van de banden voor u met de verbindingsbout aan de rechterzijde. U ziet twee gaten links van de verbindingsbout. Plaats de vier gaten in de scharnier precies tegenover de gaten in de band. Steek van binnen naar buiten de twee groene bouten door de buitenste gaten van de band en de buitenste gaten van het onderste gedeelte van de scharnier. Draai de moeren handvast op de groene bouten. Steek nu de korte bouten door de binnenste gaten en draai de dopmoeren handvast. Maak zo ook de bovenste band vast aan de scharnier. Gebruik voor de installatie van het handvat de twee gaten in de bovenste band direct tegenover de scharnier. Steek twee korte bouten van binnen naar buiten door de band en plaats het handvat en draai de twee dopmoeren handvast. Als u ook de zijtafeltjes hebt aangeschaft, gebruikt u dan de hierbij geleverde vier bouten en steekt die bouten door de vier gaten in de onderste band. Draai de moeren handvast, zodat we de tafeltjes straks makkelijk kunnen vastmaken. Het is aan te raden om het ei met twee personen in het nest of in een tafel te plaatsen. Zorg dat de luchtopening aan de onderkant naar voren wijst en dat die luchtopening vrij is. Als u het ei in een nest plaatst, zorg dan dat de twee poten met geremde wielen naar voren wijzen. Het ei past wellicht niet helemaal. Dat is normaal en komt goed als het ei helemaal in elkaar is gezet. Als u het ei in een tafel plaatst, zorg er dan voor dat het ei niet direct op het houten tafelblad staat. De bodem kan namelijk erg heet worden. We raden aan het Big Green Egg Tafelnest te gebruiken. U kunt ook een isolerende steen tussen het ei en de tafel plaatsen, bijvoorbeeld een grote steen voor sierbestrating. Dergelijke stenen kunt u bij ieder tuincentrum kopen. Pas op! Zonder nest of isolerende steen kan uw houten tafel of ander oppervlak ernstig beschadigen. We plaatsen nu de banden met de scharnier. Plaats de onderste band met de scharnier naar achteren. Zorg dat het kleine gaatje in de keramische basis precies in het midden van de twee gaten zit. Dit kleine gaatje zit ook precies boven de luchtopening aan de onderkant. Zet nu de deksel in de bovenste ring en zorg dat het kleine gaatje precies in het midden van het handvat zit. Zorg ervoor dat deksel en basis goed op elkaar aansluiten en dat de onderste band precies onder de rand met vilt zit. Als alles goed zit, neemt u steeksleutel nummer 15 en draait u de lange bout aan de achterzijde van de onderste band zeer stevig aan. Zorg dat alles goed op zijn plaats blijft. De bout zal bij het aandraaien een beetje krom trekken. Dat is de bedoeling zodat alles stevig vast komt te zitten. Doe nu hetzelfde met de lange bout van de bovenste band. Als alles nog steeds goed in elkaar zit, draai dan nu alle andere bouten van de schijnuur stevig vast. Zet tenslotte het handvat vast. Loop nog één keer alle moeren na. Open het ei niet totdat u het witte plaatje hebt verwijderd. Nu kunt u de tie-wrap met het label en het witte plaatje van de scharnier verwijderen. Knip de tie-wrap door en verwijder het plaatje. Bij een medium of small egg hoeft u maar één plaatje te verwijderen. Bewaar het plaatje voor het geval u ooit de scharnier wilt demonteren. Zorg dat uw ei vlak staat. Druk het ei desnoods een beetje naar beneden in het nest. Doe nu langzaam het deksel open. Plaats nu de vuurpot in de basis. Gebruik de uitsparing in de bodem als handvat. Zorg dat de opening precies aansluit op de luchtschuif in de basis. Plaats de vuurring op de vuurpot. Zorg dat de uitsparingen naar boven wijzen. Leg nu het vuurrooster met de smalle kant naar beneden in de vuurpot. Plaats het grillrooster bovenop de vuurring. Sluit het ei. Steek de voeder van de thermometer door het gaatje halverwege de voorkant van het deksel. Open nu het deksel en bevestig de thermometer met de klem. Druk de klem samen en steek de voeder door de gaten in de klem en druk de klem omhoog tegen het deksel aan. Let op, het grijze vilt op de randen van de basis en het de deksel niet verwijderen. Dit zorgt voor het goed sluiten. U kunt nu het deksel langzaam sluiten. Verwijder het plastic van de plakkant van de grijze viltstrip. Plak nu het vilt op de randen van de basis en de deksel en knip zo nodig bij met een schaar. Het vilt zorgt voor een uitstekende warmteisolatie tijdens het gebruik. Plaats de metalen warmteregelschuif bovenop het deksel als u u gebruikt. Pas op, deze schuif kan erg heet worden. Als u uw ei niet gebruikt, plaats dan de keramische afsluit op op de deksel. Gefeliciteerd! U hebt uw ei goed in elkaar gezet en alles is klaar om te gaan koken. Maar voordat u dat doet, registreer eerst uw ei en activeer uw garantie op www.biggreenegg.com. Hier vindt u ook fantastische recepten, video's en kooktips. Het beste is om na de eerste vier keer gebruik van uw ei alle moeren nogmaals na te lopen nadat het ei is afgekoeld. Doe dit hierna eens per jaar, zeker als u het ei regelmatig verplaatst. Welkom bij de Big Green Egg Family. We hopen dat u zult genieten van deze ultieme kookervaring.